Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Back in Time. Ditmaal, zoals jullie al kunnen zien, ga ik Sonic the Hedgehog coveren. Ik ben niet echt al te goed meer in die game, maar laten we het maar gewoon eens proberen. En dan gaan we. Ik heb een klein beetje last van lag. Ja, kijk. Het is best flink annoying. Maar ja, boeiend. Dus jullie kunnen zien, ik spring maar gewoon iets wat in het rond, omdat ik geen zin heb om gewoon door te lopen. Het spel is flink oud, ik speelde het zelf al toen ik 5 was, bij een maat van mij nog op de echte Sega console, dus dat is echt oud. En we hebben Act 1 gehaald. Op naar Act 2. Het spel is nog steeds een van mijn lievelingsspellen. Tenminste, 2 is een van mijn lievelingsspellen. Die heb ik trouwens ook erop staan. Misschien include ik die er wel bij als het niet lang genoeg wordt. Maar dat zie ik wel. Ze zijn pas weer uitgekomen op de PlayStation Store. Voor 5 euro per stuk, wat op zich best duur is voor zo'n oude game. Maar ik heb het er wel voor over, omdat dit echt iets is van een jeugdsentiment voor mij. Dus ja. Alleen, persoonlijk vind ik 2 fijner, omdat je daar als een balletje kan rollen. En dan verder kan rijden. Maar ja. Ga je zeggen dat ik nou helemaal opnieuw moet beginnen? Nee toch? Auw. Nou ja, boeiend. Oh, zover is het niet. Ik ben alweer bijna. Zo. Kijk, hier zijn we. Checkpoint. Verder. Beetje pletten. Heel simpel. Kut lag. Door jou zou ik die kutvis niet aankomen. Dat was stage 2. Leuke ringbonus. Dat ik er maar 5 had, kreeg ik maar een ringbonus van 500. Maar ja, wint. Laatste act. Ook de act waar de boss bij zit. Als ik hem dit keer niet haal, vind ik me echt een sukkel. Want normaal doe ik zonder problemen die boss verslaan. Daarom vind ik het een beetje bullshit als het me niet lukt. Zo. Nou, die mensen die offline gaan, die zijn ook lekker groot in mijn beeld. Wow. De lag is zelfs zo erg dat mijn geluid ermee kapt. Ik hoop niet dat het in de opnames ook zo zit. Want ben ik genaaid, kan ik nu beginnen. Auwe. Ik ga echt beginnen met dingen nog. Met Sonic 2. Als ik dit niet haal. Waarschijnlijk komt het ook dat hij een beetje lagt omdat mijn Skype aanstaat. Maar we hebben het toch gehaald, dus ik zie dadelijk wat terug hoe het klinkt en dergelijke.
Nou, dit was dus het einde van deze Back in Time. Helaas. Dus ik zie jullie graag volgende week weer. Houdoe.